In verpleeghuis De Watersteeg in Veghel was het donderdagmorgen al vroeg een drukte van belang. De zaal zat vol met taartetende bewoners en vrijwilligers. Wij vieren vandaag de Nationale Verwenzorgdag. Die wordt in De Watersteeg georganiseerd door de Stichting Vrienden van De Watersteeg. De Nationale Verwenzorgdag is een landelijk iets en daar doen veel organisaties, instellingen aan mee en onder andere De Watersteeg ook. En jullie pakken behoorlijk uit, want er zijn ook taarten gebakken, heb ik me laten vertellen. Inderdaad, we hebben alle huizen en alle afdelingen, medewerkers en bewoners uitgedaagd om de mooiste taart te bakken. Dus gisteren is er volop gewerkt in alle huizen. En ja, jullie hebben kunnen zien wat er voor moois uitgekomen is. Er komt zelfs een prijswinnaar, wordt er uitgeroepen. En wij staan er ook elk jaar, dit is het derde jaar dat we dit doen, wij staan er ook elk jaar weer versteld van dat ze steeds mooier en steeds lekkerder worden. Al deze activiteiten kunnen natuurlijk niet georganiseerd worden zonder de hulp van mantelzorgers. Heel veel mantelzorgers die extra met hun vader, moeder, oom, tante, neef, nicht naar deze ochtend komen. Wij zetten ze in het zonnetje. Ze komen taart eten en koffie drinken en hopelijk wint hun afdeling daar nog een prijs. Er waren ook verwenprijzen te verdelen. Burgemeester Adema zat in de jury en was ook naar De Watersteeg gekomen om de verwenzorgprijzen uit te reiken. Ik blijf het een heel erg mooi initiatief vinden dat er... Dat er mensen die bepaalde aanvragen hebben gedaan voor verwenzorg, dat we in staat zijn met elkaar daar een paar van te honoreren. Mensen, cliënten die hier wonen en hun familie, die mogen altijd een wens indienen bij de Stichting Vrienden van De Watersteeg. Dat kan van alles zijn. Mogen we mooie bloemetjes op het balkon. Ik wil nog zo graag een keer naar de woonplaats waar ik geboren ben en altijd gewoond heb. Mag ik eens een dagje uit naar het Oorlogsmuseum? En wij proberen dat als vriendenstichting waar te maken in die wensen zo goed mogelijk in te vullen. En toch is er heel veel behoefte aan een verwenmoment. Dus wij hebben gevonden dat het heel goed is dat deze afdeling een verwenpotje krijgt waar ze zelf keuzes uit kunnen maken. En de winnaar is van dat verwenpotje Goudsbloem. Gefeliciteerd. En er hoort ook een wasje bloemen bij. Alsjeblieft. En voor het realiseren van de wensen voor de mensen die dit nodig hebben, kan de Stichting Vrienden van De Watersteeg uiteraard niet zonder geld. Over het algemeen lukt ons dat wel, ook met de sponsoren die we hebben en de medewerking van vrijwilligers, familieleden en mantelzorgers. En ja, dat doet heel veel goed, zowel voor de cliënten als ook voor ons. Wij genieten er ook van. Ja. En er zijn altijd mogelijkheden om de Vrienden van De Watersteeg, om die op enig moment te ondersteunen. Ja, ja, u kunt natuurlijk altijd vriend worden van Stichting Vrienden van De Watersteeg. U kunt vaste donateur worden. U kunt een eenmalige bijdrage leveren. Dat is het eigenlijk. Op de 11e van de 11e begint op veel plaatsen in Brabant het carnavalsgebeuren. Maar niet in Odiliapeel. Daar vindt traditiegetrouw op 11 november Sint Maarten plaats. Na het verhaal van de soldaat en een zwerver trok een stoet met versierde en verlichte lampionnen door het dorp. Na een half uur kwam iedereen weer samen op het plein om te genieten van een kop warme chocomel en natuurlijk het kampvuur. Burgemeester Ina Adema van Veghel heeft donderdagmorgen voor de hoofdingang van Mars Nederland het standbeeld onthuld welke de investering in de toekomst van Mars in Veghel symboliseert. Zij deed dit samen met plantdirector Ruud van den Nobelen en general manager Jack Tabbers namens Mars Nederland onder toeziend oog van ongeveer 200 medewerkers. De gezamenlijke onthulling staat symbool voor de unieke samenwerking tussen Mars Nederland en de gemeente Veghel. Mars doet een miljoenen investering in de fabriek in Veghel. Dit met als doel om na een succes van ruim 50 jaar ook de komende 50 jaar tot een succes te kunnen maken in Veghel. De komende 10 jaar ondergaan de fabriek en de kantooromgeving enkele ingrijpende verbeteringen.